This will be the warm-up for the main arena. Vol trots wijst Jan Tops naar alle uithoeken van zijn enorme paardensportcomplex. Met luxueuze winkels en enorme tribunes voor de supporters en grote stallen voor ruim 500 paarden. Tops poseert voor zijn Top Gun stal, vernoemd naar het paard waar hij tijdens de Olympische Spelen van 92 in Barcelona nog op zat. Nu staan er in zijn stallen nog vooral de paarden van Jessica Springsteen. Inderdaad, de dochter van superster Bruce. I've been here all summer, so I've been kind of seeing it develop, but I have to say in the last few weeks it's really all come together incredibly and it looks beautiful, so I can't wait for the show next week. Komend weekend wordt de Tops International Arena officieel en groots geopend. Met gasten als Bruce Springsteen en leden van koninklijke families. Met een grote show en, hoe kan het ook anders, een paardensportevenement. Het is natuurlijk altijd doorpezen, maar het ziet er ernaar op uit dat alles mooi op tijd klaar is. Wat heeft het hele geintje gekost? Nou, ik zeg je al, ik kijk nooit geen rekeningen naar, dus het is maar goed dat ik niet elke dag de rekeningen zie. Maakt voor u niet uit? Dat maakt altijd uit, maar ik heb daar gelukkig iemand voor. Geld speelt geen rol en dat is er ook wel aan af te zien. Vanaf volgende week donderdag is deze kerstverse paardensporttempel voor het eerst open voor het publiek. Tijdens de Longines Global Champions Tour.